Ja, we zijn hier in Stal Mol. En dit is mijn paard Reza. En ik ga zo meteen even rijden. En ik doe met dressuur altijd mee met wedstrijden en dergelijke. Dus dan ga ik het nu even voorbereiden. Ja, ik ben dus Michael Rosner, eigenaar van Cubus Lelystad Zuid. En wij zijn een financiële dienstverlener. Wij verzorgen belastingaangiftes voornamelijk, maar ook financieringen. En dat doen we al een kleine 20 jaar. We hebben een nieuw traject ingeslagen. We zijn met de financieringstak hebben verder uitgebouwd. En dat slaat erg aan. Dat is echt waar ondernemers op zoek naar zijn. Een dienstverlener die zowel de jaarrekeningen verzorgt, de aangiftes, als de financieringen. Funding Circle speelt een belangrijke rol in dit hele verhaal. Ondernemers zien de economie aantrekken, hebben investeringsplannen en zitten niet te wachten op ellenlange discussies met banken. 2-3 maanden is normaal. Ik ben een poosje gestopt geweest. En toen mijn dochter begon, toen stond ik erbij. En toen dacht ik van, hey, het is eigenlijk wel ontzettend leuk om weer te doen. En toen ging ik eerst met haar rijden in de manege. En toen kocht zij een paard, een pony. Toen stond ik ernaast. Dus op een gegeven moment dacht ik van ja, dan moet ik misschien ook maar weer eens kopen. En zo is het gekomen. De Funding Circle onderscheidt zich van andere alternatieve financiers. Doordat zij de cirkel van beleggers en ondernemers die geld willen lenen in de hand houden. En ze regelen het in één keer voor beide partijen. De voordelen van Funding Circle samenwerking zijn voor mij dat ik aan mijn klanten snel een mogelijkheid kan bieden om financiering voor ze te regelen. We weten gewoon heel vlug of dit iets gaat worden of niet. Het is simpel, het is helder, het is duidelijk, het kost weinig tijd. En dat is waar ondernemers op zoek naar zijn.